De zon blijft schijnen vandaag. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Het kwik loopt op tot een graad of 22. Dag, dit is het TV West Nieuws van vrijdag 7 juni. En mijn naam is Renate Sonneveld. De KNVB komt vanmiddag met een eis naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen zondag, na afloop van de wedstrijd tussen Alphense Boys en Haaglandia. Het ging er lelijk aan toe afgelopen zondag, na afloop van de wedstrijd tussen Alphense Boys en Haaglandia. Er werd geschopt, er werd geslagen. Er werden mensen gearresteerd die voorlopig nog vast blijven zitten. En Alphense Boys royeerde 5 leden. De KNVB-tuchtcommissie komt bijeen om te praten over de incidenten van afgelopen zondag. Een flinke delegatie van Haaglandia en Alphense Boys mag naar binnen. Eén voor één worden ze gehoord en de gordijnen blijven dicht. De deur staat weliswaar open, maar er mag verder niemand naar binnen. 19:30 begonnen de verhoren en eindelijk, tegen 12, komen de eerste mensen naar buiten. Er is wat helderheid over hoe het heeft kunnen gebeuren. Het begon bij de 16 meter. De laatste corner werd genomen, er werd afgefloten. En in de buurt van de 16 meter vond eigenlijk het eerste incident plaats, waarbij een speler van Haaglandia tegen de grond is geduwd en uiteindelijk door supporters die toen al het veld betraden tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Is dat uw visie als advocaat van Haaglandia of is dat een gedeelde visie? Nee, dit is een gedeelde visie. Dus iedereen die vandaag gehoord is, die heeft dit bevestigd. De KNVB laat zich op dit moment niet uit over de rol van de individuele spelers, maar kijkt meer naar de schuldvraag. Welke vereniging is waarvoor verantwoordelijk en dus schuldig? De politie pakt een criminele jeugdgroep in de Haagse wijk Bouwlust sinds 3 maanden hard aan. De groep bestaat uit 71 leden van rond de 18 jaar die zich al maandenlang schuldig maken aan straatroven, inbraken, autodiefstallen en overlast in de buurt. Ik zat gewoon te fietsen ergens en toen volgden er een paar jongens naar mij. Toen deed iemand zijn hand voor mijn neus, voor mijn ogen bedoel ik. Toen pakte ze mijn telefoon af. Mijn fiets en die gooiden ze weg. Toen zijn ze weggerend, toen ging ik mijn fiets weer pakken. Toen ben ik naar huis geweest. Tot nu toe heeft de politie al 37 personen aangehouden. En allemaal zouden ze horen bij een bende. Een jeugdbende. Hoe oud denk je dat de jongens waren die dat deden? 16 tussen de 18. De aanpak bestaat uit extra politieinzet in de wijk en gerichte acties tegen de jongeren. Dat is de aanpak die we ook wel eens elders in de stad hebben losgelaten, met name in het centrum. Dat wij van deze leden niets tolereren en dat we zeer frequent op de hotspot of gericht op de persoonlijke leden van die club gerichte controleacties houden. En als ik mensen die op hun lijken zie, dan neem ik gelijk een korte route af waar ik naartoe moet. De politie gaat door met de harde aanpak in Bouwlust tot het niet meer nodig is. Uit sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut zal vandaag moeten blijken hoe een man en zijn zwangere vriendin uit Sassenheim om het leven zijn gekomen. De politie vond hun lichamen woensdag in een woning aan de Hoge Wei in Sassenheim. Het staat al wel vast dat er geweld is gebruikt. De bommelding op station Gouda tijdens de avondspits van gisteren was loos alarm. Experts zochten vanaf 1 uur of 3 op het station naar mogelijke explosieven, maar die zijn niet gevonden. Het station en de omgeving waren uit voorzorg ontruimd. Het treinverkeer rond Gouda kwam rond 6 uur langzaam weer op gang. De overlast voor reizigers duurde nog tot in de avond. De rellen in het kidsvak van de ADO-tribune tijdens ADO Feyenoord op 5 mei zijn ontstaan door openstaande hekken die dicht hadden moeten zijn. Burgemeester Van Aartsen heeft dat gezegd in de Haagse gemeenteraad. Feyenoord-supporters bleken op deze tribune te zitten, terwijl die niet voor hen bedoeld is. Toen Stuart een supporter zonder kaartje wilde tegenhouden, rende de man het kidsvak op. Toen daarna een groep ADO-supporters via het openstaande hek de tribune opstormde, sloeg de vlam in de pan. Omroep West wil mediapartner van het WK Hockey 2014 in Den Haag worden. Die wens heeft directeur Gerard Milo gisteren tijdens de jaarlijkse haringparty van Omroep West uitgesproken. De plannen van de omroep zijn afgelopen dinsdag al aan de Hockeybond gepresenteerd. De directeur van de bond heeft enthousiast gereageerd. Het WK wordt in de zomer van 2014 in Den Haag gehouden. Veel wedstrijden worden in het Kyocera-stadion gespeeld. Daarnaast wordt op het naastgelegen parkeerterrein een tweede stadion gebouwd.
Alle regiogenoten die gisteren aan de Alpe d'Huez meededen, zijn gefinished. In totaal kwamen 5000 deelnemers over de streep. Van team Juul uit Katwijk bijvoorbeeld kwam Jan-Arie Bakkenes 6 keer omhoog en Tamara Everts 1 keer. Zij kwam bij de eerste afdaling al ten val en moest stoppen. Van team De Reggers uit Den Haag kwam Paul Quispel 5 keer de berg op en Rob Engelhardt 4 keer. Beide teams hopen rond de 30.000 euro binnengehaald te hebben. De totale opbrengst van het evenement is dit jaar 25 miljoen euro. Vorig jaar was het nog 32 miljoen. Omroep West zendt zondag een documentaire uit over deze helden. En dan de kranten van vanochtend. Ruim 1 miljard euro, dat is het bedrag dat de staat na alle verwachting dit jaar zal binnenharken aan verkeersboetes. Dat kopt het AD. Alleen al de A4 is sinds de invoering van de trajectcontrole tussen Leiden en Den Haag zo'n 3 maanden geleden al goed voor 300.000 boetes. En dat alleen al levert zo'n 20 miljoen euro op. Het grote spoor- en snelwegviaduct van de A12 bij Voorburg is zo lek als een mandje, dat schrijft de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens de aanleg van het nieuwe OV-knooppunt bij het viaduct. En dat moet volgende maand worden geopend, maar is nu al door de lekkages vernield. De problemen zouden veroorzaakt worden door een achterstallig onderhoud aan de spoorbaan en door een enorme constructiefout in het viaduct. Tot zover het nieuws van vrijdag 7 juni. Meer nieuws kunt u terugvinden op onze website omroepwest.nl en uiteraard via Radio West 89.3. Ik wens u een fijne dag. Dag.